materialen vervoeren naar Bosnië, naar onze partner IFS Emmaus, die naar aanleiding van de overstromingen in mei een hulpactie zijn gestart in de regio Doboj. En waarbij heel veel inboedel is vernield door de overstromingen. En daar gaan we ze bij helpen. Tafels, stoelen, bedden. Eigenlijk alles wat je in je huisraad tegenkomt staat in de vrachtwagens. Het water was opgedroogd en de modder was weg. En afgelopen week is er weer behoorlijk wat regen gevallen. Dus er zijn weer een aantal dezelfde gebieden overstroomd. Maar we weten op dit moment niet hoe de situatie is. Dus daar gaan we kijken. Wie zijn de sponsoren van deze actie? Onder andere Porta Gora natuurlijk. Prospect Saturn. We hebben een aantal particuliere mensen, zoals Mia en Hans Hamers. Benny Splees. Joop Blichthart. Roviander. Innozaam. Van Helderen. Ja. Jan van Beurden. Jan van Beurden, uiteraard Jan van Beurden. Die eerste tank brandstof aan de sponsor. Social Energy. Repair Café. Tup en de Barrel. Die overstroming is toch al zo lang geleden. Waarom nu? Ja, bij een overstroming denkt iedereen aan water, logisch. En op het moment dat water weg is, dan denken mensen het is over. Maar dan blijkt pas wat schade is. En in Bosnië is in een aantal dorpen en steden heeft het water tot 4 meter hoog gestaan. Waardoor de mensen een week lang alles onder water hebben gehad. Dus alle inboedels zijn weg en kapot, huizen vernield enzovoort. En dat duurt maanden en misschien wel jaren voordat dat hersteld is. Dat is ook de reden waarom we gekozen hebben voor meubels en goederen voor huisraad. Vanuit Benny's Place hadden we die goederen over. En hebben we in samenwerking met Porta Gora hebben we gezegd, dan brengen we de spullen daar naartoe. Hebben de mensen ook echt aan huis iets hebben, dat het ook bij de mensen zelf thuis brengen. Wij werken al ruim 15 jaar samen met Emmaus in Bosnië. Dat is een vaste partner, een betrouwbare partner. We komen daar 2 tot 3 keer per jaar. We zien zelf wat het effect is van dit soort acties. En door dat zelf te monitoren weet je ook zeker dat het bij de mensen terecht komt. En gaan er hierna nog meer transporten volgen of is dit de laatste? Nou, we proberen in ieder geval dit jaar willen we eigenlijk nog het transport die kant op brengen. Maar dat hangt heel erg af van donaties. De tijd willen we erin steken, alleen de brandstof, daar zal ergens vandaan moeten komen. Dus als we nog meer donaties hebben, kunnen we nog meer spullen naar Bosnië brengen.